Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 3 november. De satellietfoto laat het niet echt zien, omdat het nog een beetje donker is. Maar er is veel bewolking boven Nederland. En wolkenvelden die zullen vandaag toch wel het weerbeeld gaan bepalen. Zo af en toe breekt ook de zon door. Maar bewolking overheerst. Dat is wel duidelijk. Temperatuur ligt vanochtend tussen de 9 en de 11 graden. En er staat een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Mogelijk dat er aan de kust nog wat lichte regen valt. Overmiddag die wolkenvelden met af en toe wat zon. En de maximumtemperatuur komt dan uit tussen de 11 en de 13 graden. Vanavond weinig verandering in het weerbeeld. Ook dan nog steeds veel bewolking. En de zuidenwind die brengt langzaam maar zeker wat meer zachte lucht. Gaan we vooral morgen overdag merken. Want dan wordt het 14 tot 17 graden. Met name in Limburg wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. Daar ook het beste weer, het blijft daar het langste droog. Want vanuit het westen komt wel meer bewolking opzetten en gaat het regenen. En met name ook in de nacht van zaterdag op zondag is het erg nacht. Zondag zitten we dan in een hele andere luchtsoort en wordt het hooguit 10 graden met diverse buien. Volgende week is het rustig weer en overwegend droog met een zonnige perioden. Vooral de nachten worden dan kouder. Dan moeten we rekening gaan houden met nachtvorst. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.